Hoe groot is de invloed van je genen op hoe gelukkig je bent? Dit is de Universiteit van Nederland. Kijkt u allemaal even om u heen. Even naar uw buurvrouw en buurman. Sommigen ken je waarschijnlijk, die naast zit, anderen niet. En jullie verschillen allemaal in geluksgevoel. We hebben het al gezien op het scherm. Niet iedereen geeft een 7,5 aan zijn leven. De een geeft een 5, de ander geeft een 6, sommigen geven een 10. En waar komen die verschillen vandaan? Nou, als je iemand bekijkt van buitenaf, kan je dat waarschijnlijk niet zeggen. Je kan ook niet voor iemand anders beoordelen wat hij voor cijfer aan zijn leven geeft. En wat is nou interessant daaraan? Ik zou willen weten, waar komen die verschillen vandaan? Zijn genen belangrijk voor verschillen in geluksgevoel of is het de omgeving die al die verschillen maakt? Nou, om daarachter te komen is er een heel mooi onderzoeksdesign ontwikkeld en dat maakt gebruik van tweelingen. En die heb ik meegenomen vandaag. Er zijn eigenlijk twee soorten tweelingen. Zoals je ziet, deze twee die zijn precies hetzelfde. Het is een één eigen tweeling. Een één eigen tweeling ontstaat doordat één bevruchte eicel zich splitst. Heel vroeg. En dan ontstaan er twee kinderen en die zijn genetisch identiek. Ze zijn eigenlijk gewoon elkaars kloon. Er zijn ook andere tweelingen. Zet ik haar even terug. Ja. Dat zijn deze. Dat zijn de twee eigen tweelingen. Twee eigen tweelingen zijn net zo verschillend als andere broers en zusjes. Maar die zijn toevallig even oud. Die ontstaan door twee bevruchte eicellen. En dat zijn twee kinderen die ook op een ander moment geboren hadden kunnen worden. En die delen gemiddeld 50% van hun genetisch materiaal. Nou, deze twee meisjes, die waren identiek. Die delen 100% van hun genetisch materiaal. Zijn elkaars kloon. En die groeien natuurlijk ook op in hetzelfde gezin. Dus als die van elkaar verschillen, dan komt dat door omgevingsinvloeden die uniek zijn voor één van die twee kinderen. Deze twee meisjes, die groeien ook op in hetzelfde gezin. Dus dat verschilt niet. Maar die zijn genetisch niet gelijk. Delen ongeveer 50% van hun genetisch materiaal. Sommigen meer, sommigen minder. Dat zie je ook bij gewone broers en zusjes. Ik heb er genoeg. Ik heb een broer en twee zusjes. En een van mijn zusjes die komt soms binnen en dan denkt ze dat ik het ben of andersom. En mijn andere zusje, daar kan ik weddenschappen mee met andere mensen. Maar die lijkt helemaal niet op mij. En mijn broer is eigenlijk een beetje de binding factor, zullen we maar zeggen. Dus maar gemiddeld gezien delen wij 50% van ons genetisch materiaal. Nou, één eigen tweelingen kunnen dus heel veel vertellen over genetische invloeden. En die twee eigen tweelingen zijn de ideale controlegroep. Nou, dan ga ik eerst beginnen met het meest spannende design wat je hebt op het gebied van tweelingonderzoek. Dat komt niet heel vaak voor, maar dat zijn één eigen tweelingen die apart van elkaar opgroeien. Die worden bij de geboorte gesplitst door adoptie. En de een groeit op in het ene land en de ander groeit op in het andere land. Dit is een voorbeeld van twee meisjes die hebben elkaar eigenlijk heel recent pas leren kennen. De een is opgegroeid in Frankrijk en de ander in Amerika. En via Facebook en wederzijdse vrienden en die enorme netwerken hebben die elkaar gevonden. Die zijn natuurlijk nu beste vriendinnen. Maar die hebben een heel andere opvoeding gehad en een heel ander leven. Nou, er is nog een dergelijk tweelingpaar. Dit zijn ook twee meisjes. Dat zijn Alexandra en Mia. En Alexandra groeit op in Noorwegen. En Mia groeit op in Amerika. Een groot verschil is er eigenlijk niet. Er is een prachtige documentaire over dat ze elkaar voor het eerst ontmoeten als ze 7 zijn. De Amerikaanse heeft dan al 3 jaar op school gezeten. Die kan lezen, schrijven, rekenen, alles. De Noorse is nog nooit naar school geweest, überhaupt. Daar gaan ze heel laat naar school. Als die meisjes elkaar zien, dan pakken ze elkaars hand en laten ze elkaar niet meer los. En die ouders zeggen er ook bij, het is echt fantastisch, dat ze hun eigen kind niet herkennen. Ze kunnen hun eigen kind niet onderscheiden van het meisje, wat ze nog nooit gezien hadden. En die moeder zegt er ook heel mooi bij, het enige wat ik hiervan leer is dat ik mijn kind niet kan veranderen, maar alleen maar kan coachen. Want ze is blijkbaar zoals ze is. Dus dat is prachtig onderzoek. En het leuke hieraan is dat het eerste onderzoek naar of genen een rol spelen bij verschillen in geluk, een onderzoek was met apart opgegroeide tweelingen. En wat ze daarin deden, ze hadden een groep tweelingen die apart waren opgegroeid. Ze hadden een groep tweelingen, één eigen, die samen waren opgegroeid. En ze hadden ook deze combinatie, de twee eigen tweelingen die apart waren opgegroeid of samen.
Nou, en het mooie aan dat onderzoek is dat ze vonden dat de eeneiige tweelingen die apart van elkaar waren opgegroeid, die elkaar dus nooit hadden gezien, meer op elkaar leken voor geluksgevoel dan de tweeige tweelingen die samen waren opgegroeid. Dus die hun hele leven in hetzelfde huis hadden gewoond, opgevoed waren door dezelfde ouders, in dezelfde straat vaak naar dezelfde school waren gegaan, zelfs misschien wel in dezelfde klas. Dat was dus een hele sterke indicatie dat genen een rol spelen bij verschillen in geluk. Maar gelukkig, dat soort onderzoek dat ze tweelingen splitsen, vindt niet zo vaak plaats. Maar tweelingonderzoek kan ook plaatsvinden door het vergelijken van 1- en 2-eigen tweelingen. Blijf je zitten, ja. En daarvoor kunnen wij gelukkig in Nederland gebruik maken van het Nederlands Tweelingenregister. Het Nederlands Tweelingenregister is opgericht bij de Vrije Universiteit. En daar kunnen tweelingen zich vrijwillig inschrijven. En zijn er eigenlijk tweelingen in de zaal? Willen tweelingen, wil je even opstaan? Alle tweelingen even opstaan? 2, 3. Nou, in ieder geval wat? In principe 1 op de 40 mensen in Nederland is een tweeling. Dus het komt heel veel voor. En nou ja, je had het niet aan ze gezien, maar ze zijn het echt. Maar het Nederlands Tweelingenregister, daar kunnen mensen zich dus vrijwillig inschrijven om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. En gelukkig zijn er heel veel tweelingen die dat doen. Daar zijn we heel erg dankbaar voor. En die vullen dus ook alle vragenlijsten in, dezelfde vragen als u onder andere beantwoord heeft. En dan kunnen we kijken of 1-eigen tweelingen meer op elkaar lijken dan 2-eigen tweelingen. Als dat zo is, is dat een indicatie voor die erfelijke factor. Maar we kunnen ook uitrekenen hoe groot die is. We hebben de 1-eigen tweelingen en als controlegroep de 2-eigen tweelingen. Als we dat doen, dan vinden we dat 40% van de verschillen in geluksgevoel komt door genetische verschillen tussen mensen. Het gaat niet over 1 individu, het gaat niet over mijn geluksgevoel en mijn genen, het gaat alleen over de groep. Dus verschillen in geluksgevoel tussen jullie komt voor 40% door genetische verschillen tussen jullie. En de rest is omgeving. Nou, dat komt er uit het Nederlands onderzoek. Krachtig in onderzoeksland is natuurlijk als je dat herhaalt en nog een keer doet. Dus vorig jaar heb ik alle onderzoeken van geluk samengenomen, alle tweelingonderzoeken die gedaan waren. En tegelijkertijd geanalyseerd om te kijken wat er dan uitkomt. En dan blijf je ook rond de 40%. Dus er is geen twijfel meer over nature-nurture als het gaat om geluk. We weten inmiddels dat 40% van de verschillen door genetische verschillen komen. Nou ja, de vraag is dan, wat is die andere 60%? Dat is omgeving. En omgeving is eigenlijk ook heel erg fascinerend, maar ook heel lastig om te onderzoeken. En voor omgeving hebben we weer een ander design. En dat is ook deze twee kinderen. En bij het Nederlands Tweelingenregister staan er in ieder geval 37.000 gezinnen ingeschreven die vanaf de geboorte iets over hun kinderen vertellen. En die kinderen die worden gevolgd door ons. We vragen de ouders elke keer weer om vragenlijsten in te vullen. Het is best een zware last, maar gelukkig doen ze dat wel. En dat doen we op leeftijd 3, 5, 7, 10, 12 en dan worden ze 14. Dan mogen ze over zichzelf wat vertellen. En nou ja, de jongste zijn uit 1987 en eigenlijk dagelijks komen er jonge kinderen bij. En er zijn ook heel veel volwassenen die zich hebben ingeschreven bij ons. En die volgen we ook ongeveer iedere 2 à 3 jaar. En we vragen eigenlijk van alles. Geluk, gezondheid, levensstijl, depressie, of ze sporten, of ze roken. En met al die gegevens kijken wij dan van, nou, is het erfelijk? En kunnen we uitleggen wat de omgeving doet? Nou, als je zo'n hele grote groep hebt, dan kan je uitrekenen wat de erfelijkheid is. Maar je wil weten wat de omgeving doet. En dan zoeken we in die hele grote groep naar 1-eigen tweelingen die heel erg sterk verschillen in hun geluksgevoel. Dus dan heb je 2 van dit soort meisjes, die zijn genetisch identiek, groeien op in hetzelfde gezin, maar de een geeft een 8 aan haar leven en de ander een 5. Nou, hoe kan dat? Dat is echt fascinerend. En omdat geluk een vrij grote erfelijke component is, moet je heel erg veel 1-eigen tweelingen hebben. Wil je er een aantal kunnen vinden die zo sterk verschillen? Kijk, als de ene een 6 geeft en de andere een 6,5, of de ene een 7 en de andere een 8. Nou, dat zijn geen verschillen waar je naar kijkt. Je kijkt echt naar een paar punten verschil. Nou, dat hebben we gedaan. Daar hebben we een groep tweelingen mee geïdentificeerd. En we hebben eerst toen gekeken van, nou ja, wat hebben ze over de rest van hun leven meegemaakt? En wat hebben ze over zichzelf gerapporteerd? Dat zijn tweelingen die hebben op leeftijd 14 of 16 aangegeven dat ze zo sterk verschillen.
En die zijn vanaf hun geboorte gevolgd. Dus we konden heel veel kijken van hoe deden ze het op school. Heeft er iets in het gezin plaatsgevonden? Is er iets met het ene kind geweest wat er met het andere kind niet was? We hebben informatie over of ze onder narcose zijn geweest bijvoorbeeld. En zo hebben we de hele database doorgespitst. En we hebben ook gekeken van zijn er op dat moment verschillen. Nou, daar konden we niet zo heel erg veel uithalen. Wel een paar dingen. En dit is even anders dan andere slides over het algemeen. Je hebt hier twee groepen. Je hebt hier de hoogscorende kinderen en de laagscorende kinderen. En omdat het één eigen tweelingen zijn, heb je twee identieke groepen mensen. Je hebt namelijk de laagscorende van het tweelingpaar zit in de laagscorende groep en de hoogscorende zit in de hoogscorende groep. En dat voor alle tweelingparen. Maar ze zijn identiek. Dus je hebt twee precies dezelfde groepen. Nou, wat we nou vonden, is dat die tweelingen die sterk verschillen in geluksgevoel, ook sterk verschillen in hoe ze hun gezondheid beoordelen. Degene die hoog scoort op geluk, vindt zichzelf veel gezonder. Ook een heel duidelijk verschil is het gevoel van eenzaamheid. Degene die laag scoort op geluk, geeft aan ook veel eenzamer te zijn, zich veel eenzamer te voelen dan zijn tweeling, broer of zus, die gelukkiger is. En de andere twee balkjes die lijken gelijk, maar dat zijn ze niet. Dat heeft een beetje met de schaling van de grafiek te maken. Het is namelijk ook dat degene die hoog scoort op geluk meer zelfvertrouwen heeft. En helemaal fascinerend, degene die hoger scoort op geluk vindt dat zijn gezin waar hij in opgroeit beter functioneert. Dit zijn 14 of 16-jarigen, die wonen over het algemeen gewoon bij hun ouders. In hetzelfde gezin en toch, en ze zijn identiek, die kinderen. En toch vindt de een dat het gezin beter functioneert dan de ander. Nou, hierbij is natuurlijk enorm de vraag van wat is de kip en wat is het ei? En dat weten we op dit moment niet. Daarvoor moet je deze mensen blijven volgen en dezelfde vragen blijven herhalen. Zodat je op een gegeven moment kan zeggen van nou, je krijgt meer zelfvertrouwen omdat je gelukkig bent. Of je wordt gelukkiger omdat je meer zelfvertrouwen hebt. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke vragen. Want als je bij 14 en 16-jarigen kan zorgen dat ze gelukkiger worden door hun zelfvertrouwen te verhogen. Of andersom, is dat beide pure winst. Dus we moeten kijken hoe we daar kunnen komen. Nou, als we dit gedaan hebben, is altijd een beetje de vraag. Er zitten hier twee tweelingen, daar zat ook één tweeling. Dit zijn resultaten van tweelingonderzoek. Kunnen we dat nou generaliseren naar de algemene bevolking? Nou, dat was precies de reden waarom ik vroeg of ze even op wilden staan. Want dan kunt u het zelf zien. Tweelingen zijn niet anders dan anderen. Ze zien er echt heel gewoon uit, maar ze zijn ook heel gewoon. Maar dat is niet voldoende, neem ik aan, voor u. Want u bent geïnteresseerd in keiharde wetenschappelijke cijfers. Dus naar drie mensen kijken moet niet genoeg zijn. Om dat te doen, vragen wij natuurlijk niet alleen de tweelingen om iets te rapporteren over hun geluk of iets anders. Maar vragen we over het algemeen ook hun broers en zussen, de niet-tweelingbroers en zussen, en hun ouders en af en toe ook de partners om iets te zeggen over geluksgevoel. Nou, dat zijn de resultaten hier op het scherm. En wat u ziet, tweelingen zijn helemaal niet anders dan broers of zussen of vaders of moeders of partners. Waaruit je kan concluderen dat alles wat je vindt met onderzoek naar tweelingen, dat je dat kan generaliseren naar de algemene bevolking. Het klinkt niet netjes, tweelingen zijn eigenlijk het onderzoeksmiddel. Ze zijn heel waardevol, maar het zegt iets over de algemene bevolking. En natuurlijk iets over dezelfde leeftijdsgroep als waar je naar gekeken hebt. Nou, genen spelen dus wel degelijk een rol bij geluk. 40% van de verschillen komt door genetische verschillen. Nee, dan is de volgende vraag eigenlijk logisch. Kunnen we die genen ook vinden? Weten we waar die genen liggen op het hele stuk DNA wat een mens heeft? En kunnen we die ook aanwijzen en verschillen in geluk daarmee verklaren? Maar daar ga ik in het volgende college over vertellen.